In het kader van 20 jaar PTC heeft de studentenvereniging van PTC gemeend om iets terug te doen voor de gemeenschap. Dit door middel van het toepassen van hun opgedane kennis. De Stichting Polytechniek College Suriname, PTC, is een deeltijdavondopleiding en biedt beroepsgerichte technische opleidingen op hoger niveau aan voor alle sectoren in de samenleving. PTC Go Social Project houdt het is in twee delen verdeeld. Het eerste deel is dat wij de stroombedradingen van de instellingen checken. Het tweede gedeelte is wij vervangen de gloeilampen naar spaarlampen. Dat doen de studenten zelf. En natuurlijk geven we de instellingen ook wat extra. En het derde gedeelte is dat wij samen met de kinderen van de tehuizen en de senioren burgers enkele ruimtes binnen die instellingen schoonmaken. Dus een combined project dat we samen met de mensen gaan schoonmaken. Maar we overhandigen ook namens CIC afwasmiddelen, poederzeep en reinigingsmiddelen. Dat is dus door CIC gesponsord. Net wat ik zei, het is een sociaal project, dus dat kader wordt dan dat deel meegenomen. Wij hebben gewoon 20 willekeurig gedaan in het kader van 20 jaar PTC. Maar het natraject is dat alle instellingen in Suriname worden aangedaan. Dus we blijven niet in Paramaribo, zoals ik al eerder zei, we gaan naar Nikeri komende zaterdag, we zijn in Wanica bezig en komen we en zijn we nu aan het voorbereiden. De NV Energiebedrijven Suriname heeft 10.000 spaarlampen beschikbaar gesteld aan de studenten en hiermede haar bijdrage geleverd voor het ten uitvoer brengen van dit project. Op dit moment verwisselen we, afgelopen zaterdag hebben we 10 instellingen aangedaan, zowel kinderen als bejaardentehuizen. En we vervangen de gloeilampen die er nog zijn, want u weet er zijn nog een aantal mensen die met gloeilampen werken, die vervangen we en dan zetten we daarvoor in de plaats spaarlampen. Dus u weet, de spaarlampen zijn iets duurzamer dan de gloeilampen. Maar ook vanwege het feit dat de subsidie van die instellingen is weggevallen. En de rekening van de instellingen was sky high voor wat betreft de stroomrekeningen. Dus vandaar dat de directeur van IBS heeft gemeend om dat deel eerst te doen, om de instellingen eerst te voorzien. In Paramaribo hebben we voor nu al 500 gebruikt. Dus we hebben de komende week, de komende zaterdag doen we dan de rest van de instellingen, nog 12, die dan ook spaarlampen krijgen. De studenten gaan ook nog, of ze checken al ook het systeem van de instellingen. We hebben ondersteuning hierbij van Floyd Installatie, dat is een installatiebedrijf. En hij heeft volledig toegezegd dat waar nodig hij meekomt en eventueel ook de bedradingen en dat soort dingen voor ons checkt. Het bestuur adviseert instellingen die nog gebruik maken van fluorescentlampen om over te stappen naar LED-lampen, omdat die duurzamer zijn. Indien er aan het einde van dit project nog voldoende spaarlampen over zijn gebleven, wil de vereniging richting de kansarme buurten gaan.